En over een week, en wel op maandag 30 september, vindt de première van de Surinaamse film Wierin plaats. Tijdens het Nederlandse Filmfestival in Utrecht. De film geniet grote belangstelling in Nederland. Alle vier vertoningen zijn nu al uitverkocht. De filmploeg van Wierin onder leiding van Ivan Tayapin is vandaag naar Nederland vertrokken voor het filmfestival. De ploeg bestaat uit 33 man. Voor vertrek vanmorgen hield Tayapin samen met zijn team een persconferentie in Mensana aan de Prins Hendrikstraat. De regisseur stond onze nieuwsdienst te woord. We gaan naar Nederland met 33 mensen die aan de film hebben gewerkt vandaag. Er komen nog 9 mensen die hebben ook aan de film gewerkt. Dus in totaal zijn we ongeveer met 42 mensen daar. En we gaan laten zien aan wie allemaal aan die film heeft gewerkt. En waarom ze eraan hebben gewerkt. Het is ook belangrijk omdat die film niet alleen entertainment is. Maar het is ook met een boodschap naar de wereld toe. En wat is mooier dan die film te laten zien op het Nederlands Filmfestival. Een prestigieus festival, volgens mij al 39 jaar oud. Dat is heel mooi als filmmaker en Sander en ik zijn sowieso helemaal onder de indruk, niet onder de indruk, emotioneel, van alles kan je woorden ervoor vinden. Volgens mij kan je dit niet in woorden uitdrukken, het is heel, heel emotioneel. Wierin is geïnspireerd door het levensverhaal van de 18-jarige Wierin Megu, die ondanks zijn gehoorbeperking niets liever wil dan verder studeren. Megu reist ook af naar Nederland. Oké, ja, ik ervaar het als heel interessant. Ja, het is voor het eerst dat er een film is gemaakt, dat er gekozen is. En voor mij is een hele grote bewustwording dat doven nu, want vroeger was dat het geval niet, maar dat doven nu samen met horen, dat vind ik geweldig. Wat ga je precies in Nederland doen? Wel, ik ga in Nederland om eigenlijk die film, ja, die in première gaat. En daarna bleef ik in Nederland 3 maanden om verder te studeren. Wat houdt zo'n studie in? Wel, ja, hij gaat op school, voor hij wil dan. Hij gaat ICT doen en dan ook nog kijken hoe hij het verder kan. Maar hij begint met ICT. De 18-jarige Wierin Megu vandaag, kort voor vertrek naar Nederland. De film wordt op 30 september vertoond op het Nederlands Filmfestival. We wensen het team van Wierin The Movie heel veel succes toe.